Ik heb een shopvlog vandaag voor jullie en dit is de Ethos, Hema en Kruidvat. Gisteren ben ik bij de Ethos geweest. Maar er is een pakje van mijn maan, dat is mijn muis, dit is verjaardag. Dit ziet er zo uit. Wat het is. Het is iets van, het is iets van Nivea. Al die mini dingetjes in van Lidl soft en zo. Dat zit hierin dus. En dit was van mama. Dan ben ik bij de Hema geweest gisteren. En die set was trouwens 7 euro. Dus. Maar het was altijd al ingepakt voor mij, dus daar niet. Dan bij de Hema dus. En daar heb ik ook een cadeautje van haar. Dus een kaars. En deze was 3,50 euro. En ja. Dus deze kaars gewoon. En het is gewoon een roze. En ja, ze vonden het heel mooi. Dus die ga ik. Die ga ik ook nog inpakken van mijn maat. Met een vlog of zo. Ze is pas dinsdagjarig, 31 december. Maar dan is die zak leeg. Gaan we bij de. Wanneer ik bij de Kruid was geweest, daar heb ik 2 dingen gekocht. Dat, ik had maar 7,50 euro. En voor dat. Ja, ik had gisteren wat meer gehad. Omdat ik ging gisteren. Ja, ik weet niet of heel veel mensen het weten. Omdat ik heb een hamster. Ik heb dus zaterdag had ik een hamster gekocht. Nee, vrijdag. Dan ging ik naar de dierenwinkel en heb huisdier. Heb ik een witte gekocht. En zaterdag, ja, toen ging hij ineens bijten elke keer. Toen heb ik hem teruggebracht en nu heb ik een andere. Ik ga er een update van doen. Dus er komt nog iets van mijn hamster online. Dus nu de Kruidvat. Heb ik maar 2 dingen gekocht. Heel speciaal. Ik heb als eerste Kruidvat gezichtloos, omdat die bij mij. Bijna op was en dat vind ik wel een heel fijn ding. Ik gebruik het ook best wel veel. Zochtend en 's avonds. Ik zal het even uitleggen wat het is. Het is dus een tonic. En dit moet je dan met dag of nacht gaan combineren. Of als je reinigingsmaak hebt, kan je het daarmee ook combineren. Want dus moet je eigenlijk reinigingsmaak opdoen. Met een watje en zo. En dan dit op een watje smeren. Op je gezicht smeren. En dan dag of nacht crème. Heel handig. Maar dat heb ik dus niet. Dan heb ik dus die gekocht. En deze was 1,90 euro. Zoiets. En heb ik als laatste heb ik de Essence I Love Stage Eyeshadow Base gekocht. Omdat ik heb dus een Ethos oogschaduw basis. En die vond ik echt niet goed. Nou, hij is wel goed. Mijn oogmake-up gaat er niet af ofzo. Maar er zit echt heel weinig in. En in dit ding zit 4 ml in. En ja, ik zal hem even pakken. Ik heb dus de 2 oogschaduw. Ik heb de oogschaduwbasis van Ethos even gepakt. Dat, ja. Het is gewoon echt een hele troepig. Ik weet niet, toen ik hem heb gekocht, toen dacht ik ook van oké, er komt echt niet veel uit. En dan kost je me bij dit veel beter. Dus als je ooit bij de Kruidvat bent, koop deze. Of ja, Kruidvat heeft iedereen natuurlijk wel. Of als je in een andere, nou, niet alle filialen hebben trouwens 2 rekken. Bij ons niet, dus dat is wel jammer. Ik moet altijd naar een andere plaats. Maar goed, dus dit was de shoplog van de Ethos, Kruidvat en Hema. Dus ik zie jullie snel. Tot morgen. Doei doei! Hey, ik ben net terug van de Action. En ik ben dus bij de Action geweest. En ik heb dit allemaal gehaald. Dus laten we gewoon beginnen. Ik begin eerst met de eerste zak. En ja. Als eerst heb ik 2 kinderspanje flessen gekocht van Partij. Gewoon. Dat ik vond deze heel erg lekker. Dit is raspberry dus. Raspberry toast. En dit is appel. Dus dit is er van. Appelsap met dinges. Dus. Dan heb ik windkracht 12 gekocht. Keelbestillers. Ethanol. Hier heeft geen dinges op. Dan heb ik wat Dolf zeep gekocht. Dit was een euro per fles. Ik weet eigenlijk niet meer wat alles was eigenlijk. Oh. We hebben ook candy canes gekocht. En nog iets. Goed, deze. Dolph Beauty was dinges. Eerst deze. Dit is allemaal in Duits, dus ik kan niet goed uitspreken. Dit is pure verwandeling. Beauty dinges.
Dus ja, deze. Dan deze. Ze waren dus allemaal 99 cent. Dus echt niet duur. Maar was dus gewoon. Dit kan je ook onder de douche gebruiken trouwens. Maar ja. Dit is Lucas Velvet. En dit is Fine Sue. Dan heb ik nog wat nagellak, make-up dingetjes gekocht. En het zit dus allemaal in deze tas. En eentje wat er niet echt bij hoort is dit ding. En dit is geschenkband. En dit is blauw, paars, wit, geel, paars en rood. En dit was 55 cent. Gewoon voor cadeaupapier, Sinterklaas, kerst en zo. Gewoon voor cadeautjes in te pakken, weet je wel. Dus daar heb ik dus van gekocht. Gewoon wat make-up dingen. Ik heb als eerste het Max en mijn caviar setje. Hier ga ik een review van doen op mijn, niet op mijn blog, maar op mijn, gewoon op dit account, zeg maar. Of op mijn blog, ik weet niet, maar ik denk dat het leuk is op mijn, op mijn YouTube kanaal of zo. Dat vind ik toch wel wat leuk, om te zien die balletjes en zo. En op foto's, zie je het altijd wel wat beter. Dus zet eventjes in de reacties of ik dit op mijn blog moet doen. Of op mijn YouTube kanaal. Ik zit nog te twijfelen van dit. Dit was trouwens 1,20 euro volgens mij. Dit. Nou, zoiets. Dan heb ik 2 lipsticks gekocht. Maar de verpakking is kadoek. Dus ja, gewoon 2 lipsticks dus. En staat in deze verpakking. Maar de verpakking is dus stuk. Ik zat dus in de auto en toen was het dus stuk gegaan. Dus ja, ik heb er niks aan. Ik heb dus in de kleur 020 Fabulous Orange. Dus een hele mooie oranje kleur. Ja, ik weet niet. Hier komt op mijn blog een review van. Maar ik denk dat deze niet echt mooi is bij mij. Maar dat zie ik allemaal nog wel. En het is die. Deze hele mooie roze. Sorry als je soms knallen hoort. Want het is nu 30 december. En dan zijn je al een beetje aan het knallen. Dus dan hoor je dat. Dit is 104 Hot Pink. En deze hele mooie roze dus. En hier heb ik volgens mij al iets van. Deze kleur een beetje. Maar van mij is een beetje sporty. Maar goed. Ik ga deze toch maar testen op mijn blog. Heb ik wat nagellak gekocht. Als eerst een nagellakje van MIY. Of hoe ik het ook zeg. Deze maar een hele mooie paarse kleur. Alleen deze paarse kleur dus. Hele mooi dus. Heel mooi dus. En dit komt allemaal denk ik volgend jaar. Al deze producten die ik nu heb gekocht. Behalve dit dan. Dit ding. Dit ding komt niet op mijn blog, denk ik. Maar dit komt wel allemaal op mijn blog. Dus dan weten jullie het alvast. En dit is nummer 553. Volgens mij is het niet meer bij de Ethos verkrijgbaar, dit merk. Blijft wel. Maar dit is tijdelijk te koop. En nog een nagellakje. Dit is van de Rimmel Londen Lasting Finish Pro. Opties in deze. Dit is nummer. Dit is een hele mooie kleur. Dus hele mooie roze. En wanneer ik mijn nagellakse test ga doen. Denk ik volgende week. Ik wil echt mijn nagellakse test gaan doen. En ik ging het elke keer doen. En toen ging het elke keer. Volgens mij is het 33. Ik kan niet goed zien, want het pakbandje zit hier. Goed, dus dit heb ik allemaal gekocht. De eerste ding waren 2,40 euro of 2,30 euro. Dit was 55 cent of zo. Ik dacht niet. Ik kan dus hiervoor gaan reviewen voor jullie op mijn blog. Dus ik heb een blog dus. Ik heb al een tijdje een blog. Ik zal het even uitleggen waarom. Ik had in oktober al een blog. En in november ging ik dus mijn YouTube kanaal opdoen. En toen bedacht ik me net, weet je, ik ga gewoon een blog zetten op YouTube. En ja, het is gewoon leuk om te bloggen en filmpjes te maken en zo. Dus ik hoop dat jullie dit ook waarderen. Dus ik hoop dat jullie dit hartstikke leuk vonden. En dat ik heb dus veel gekocht de afgelopen 2 dagen. Eigenlijk 3 dagen. Of 2. Dat is boeiend. Dit was er. En tot ziens. Doei doei.